Hallo, ik ben Jos Leuvenkamp. Dit seizoen geef ik jullie een kijkje in het rijke archief van 40 jaar FC Groningen. Vandaag vertel ik jullie over de topscorer aller tijden van FC Groningen, Peter Houtman. Theo Verlangen die was aangesteld als een nieuwe trainer van de FC. En die kwam van Feyenoord ook. Hij was assistenttrainer. En toen hij dus hier kwam, toen werd er een elftal geformeerd. En toen de competitie dan ook begon, toen bleek dat er dus in de aanval dat er iets aan ontbrak. Walter Waldenbos die speelde dus eigenlijk in de centrumspits. En men was daar eigenlijk niet zo tevreden over. En toen zei Theo Verlangen, hij zei dan probeer ik toch op een of andere manier Peter Houtman los te weken dus van Feyenoord. En de eerste wedstrijd die hij hier dus speelde tegen Vlaardingen, hij had nauwelijks meegetraind met de selectie. Maar hij maakte ook meteen de eerste wedstrijd, maakte hij dus een doelpunt. En dus het bleek dus dat er een goede gok geweest was om Peter Houtman hier aan te nemen. Boek weg. Houtman komt in. Weer een goede kopstoot. Schitterende goal trouwens. Peter Houtman, altijd gevaarlijk met zijn hoofd. Ashton lette niet op. Houtman kwam voor zijn man. En via Blackmore brengt hij Groningen in de derde minuut van de tweede helft opnieuw op voorsprong 2-1. Hij torende ver boven de tegenstander uit. En hij heeft ook heel veel doelpunten met de kop gemaakt. Peter Houtman, topscorer aller tijden van... Ja, nee, dat is waar. Topscorer aller tijden van FC Groningen. Bakker profiteert misschien, ja. Maar krijgt een setje van Morren, maar gaat door. Carpenter bij hem. Nu legt hij die bal goed terug. Houtman. Ja, Peter Houtman bewijst eens te meer zijn waarde voor FC Groningen hier in het Oosterpark. En hij had een verwoestend schot over zich. Dat bleek ook wel in zijn aantal doelpunten die hij dus maakte. Want over 5,5 seizoen dat hij bij FC Groningen gespeeld heeft, kwam hij op een totaal van ongeveer zo'n 120 doelpunten. Dus dat betekent wel dat hij per seizoen in de buurt staat van zo'n 20, 22, 23 doelpunten. Ik ken zoveel mensen in Groningen en waar je zulke leuke contacten en die hele mooie tijd hebt meegemaakt. Want dat, zo blijft dat wel altijd in mijn hoofd zitten hoor. Geweldige tijd meegemaakt. Toen bleek dus dat Feyenoord toch weer zei van Peter Houtman die komt weer terug bij ons en we gaan weer verder met hem. Om te kijken van hoe hij zich dus ontwikkelt bij Feyenoord. Daar heeft hij een aantal seizoenen weer gespeeld. Maar toch op een gegeven moment kwam hij dus toch weer naar FC Groningen toe. En dat was dus dan voor de derde keer. Ik krijg nog steeds altijd leuke reacties uit Groningen. Je wordt altijd nog voor dingen uitgenodigd. Maar ja, je komt er niet meer zoveel toe. Maar als ik er ben, vind ik het altijd wel leuk. Wil ik nog even daar langs. Ik vroeg jou zelf net al, staan er huizen in de wijk Oosterpark, hè? Wat destijds het stadion was. Nou, dat gaat allemaal zo hard en dat wil ik ook nog wel een keer zien. Olderikkerink. Als Groningen nu even schakelt, even doorgaat, dan zijn de Ieren helemaal weg. Ja hoor, daar is er weer één. Houtman, 5-1. Het leek op buitenspel van Peter Houtman. Hij zit erin. 5-1, een minuut na de treffer van Mason. In dat seizoen heeft zelfs Benfica nog geprobeerd om hem los te weken dus bij de FC. Maar dat is dus niet gelukt. Ze zijn enorm aan het onderhandelen geweest. Maar uiteindelijk bleef Peter Houtman, die bleef dus bij de FC. En toen het seizoen afgelopen was, toen wilde hij dus toch nog een keer proberen in het buitenland. En toen is hij naar de Sporting Lissabon gegaan. En daar hebben wij dus toen een ruil kunnen maken met Peter Houtman naar Sporting Lissabon. En Rob McDonald hier dus terug naar de FC. En dat is zo'n beetje dus het verhaal van Peter Houtman. Laat ons weer eens... Ja, oh nee, hè?